TV-nieuws van donderdag 2 januari. In 2003 zijn er parlementsverkiezingen. En wij wilden weten op wie de Antwerpenaar gaat stemmen. Kaartlegster Emmy ziet enkele grote partijen verliezen. Dus grote partijen, hè? Socialisten, CVP, noem maar op, of CD, hoe heet het nu, die gaan zeker zijn vast nu komen met mooie beloftes, want dat zijn altijd harte wensen en beloftes van het volk. Maar je ziet hier zelf, dat zal zeker zijn vast geen zalf strijken. Er ligt een grote verlies voor grote partijen. Mevrouw Chris deelt die mening niet echt. Volgens mij gaat het rood toch nog een tijdje meegaan, dus de SPA. En blijft het eigenlijk allemaal een beetje hetzelfde. Een beetje afnemen van de ene partij, een beetje bij de andere partij, maar toch ongeveer hetzelfde. Beide waarzegsters denken wel dat het weer een moeilijk jaar gaat worden voor de Antwerpse samenleving. We mogen zeker van zijn, er komen nieuwe rellen en er komt opstand. Dus daar staat men machteloos een klein beetje tegenover. Dus niet zo positief eer. Maar er is ook nog goed nieuws. De Antwerpse economie zal zich herpakken. Vooral de haven heeft blijkbaar een mooie toekomst. Dat is zeker onze trots. Dat blijft ook zo. Er is heel veel trafiek. En dat is een contradictio in terminis. Hè. Het een gaat achteruit, het ander. Maar dat blijft inderdaad zeer goed gaan. En tot slot vroegen we de twee dames wie binnenkort de Antwerpse bekerderby gaat winnen. We moeten Antwerp. Als ik het zo voel. Denk ik dat het een Antwerp zal zijn, ja. Maar ook Germinal Beerschot maakt nog kans. Dat zou eventueel kunnen, want daar ligt een vreugdekaart, een overwinningskaart. Wat hier bij Antwerp ligt daar, in het begin ligt daar al een negatieve kaart.